Nou, mijn man schoof de gordijnen open en die zegt... Moet je nu dan toch eens kijken, een kangoeroe. En eigenlijk sliep ik nog een beetje, maar ja, dan ben je in één keer wakker en daar zat hij. Hij zat gewoon bij ons op het gazon. Hij is nu net naar het weiland hierachter naartoe gegaan. En inderdaad, daar zit hij. Kom maar. Het springende beestje verschuilt zich in het hoge gras en laat zich niet makkelijk vangen. Ook als Corine het met brood probeert, blijkt het onmogelijk om deze kleine kangoeroe, ook wel een wallaby genoemd, te vatten. En als je dichterbij komt, dan begint hij te grommen. Hij is snel en voor je het weet is hij zo een eind weg. Hij legt hele stukken af, want vanmorgen was hij de oprijlaan al afgegaan. Dus wil hij toch weer op weg naar het bos. En ja, dat is voor het diertje zelf natuurlijk niet het allerbeste. En dus wordt de gemeente ingeschakeld. Maar ook experts en een dierenarts van Burgersoe komen de jacht op het beestje openen. Nou, hiernaast zit net een snelweg. Nou, daar wil je hem al helemaal niet op hebben. Dus, en we willen eigenlijk geen risico hebben. Kijk, we zijn al blij dat hij nu alweer gespot is. Dus dan moeten we maar kijken. En dan is het een kwestie van heel rustig benaderen. Was dat raak? Ja, je kunt zien, het pijltje zit erin. De kangoeroe wordt in een speciale bus van Burgersoe opgeborgen en overgebracht naar de kinderboerderij in Prezenkaaf. Nou, daar ligt hij dan, in het natuurcentrum Arnhem. Hij kan hier bijkomen van zijn avonturen op de Veluwe. En sinds dit kangoeroetje anderhalve week terug door ons gefilmd is bij Schaarsbergen, heeft hij heel veel commotie veroorzaakt. Heel veel mensen gingen op zoek naar deze kangoeroe en er werden zelfs Tweede Kamervragen over gesteld. En bij Omroep Gelderland meldde zich spontaan een nieuw adres voor dit beestje waar hij morgen naartoe gaat.